Hoe werkt een tachometer? Nou, in deze video zullen we je dat eens laten zien. Ik heb hier een TV-Steel CB4 horloge erbij gepakt. Een mooi herenhorloge. Met een opvallende ring rondom met cijfers erop. Misschien heb je je wel eens afgevraagd van waar dienen die cijfers nou voor en waarvoor staat dat woord tachometer er nou op? Nou, dat laten we je zien in deze video. Een tachometer is eigenlijk een meter waarmee je snelheid kunt meten. Hoe werkt dat? Tachometers zitten alleen op sportieve horloges en horloges met een chronograaf. Hoe meet je hier dan de snelheid mee? In eerste instantie moet je een afstand uitmeten van een kilometer met een beginpunt en een eindpunt. Op het moment dat een auto of een ander voertuig wat een bepaalde snelheid heeft, dat beginpunt passeert, druk je op de chronograaf en het horloge begint te lopen, zoals je hier ziet. Nou, die auto die maakt vaart. Hij rijdt, hij rijdt, hij rijdt en op een gegeven moment komt hij steeds dichter bij het eindpunt van die kilometer die jij hebt uitgemeten. Nou, de auto die blijft rijden, blijft rijden, blijft rijden en hij passeert hem. En vervolgens druk je op het moment dat hij passeert op de pauzeknop. Jouw secondenwijzer blijft staan, in dit geval tussen de 25 en de 30 seconden. Maar belangrijker is, waar wijst hij naar op je tachometer? Nou, in dit geval precies tussen de 120 en de 140. Het puntje, dat betekent 130. Hij heeft dus over die afstand 130 km per uur gereden. Klopt dat nu wat ik zeg? Nou, we kijken eens even verder naar die tachometer. Hij begint in dit geval hier met 55, maar laten we eens naar de 60 kijken. Rij je 60 km per uur, dat betekent dat je dus een kilometer per minuut rijdt. Dan gaat je secondenwijzer een minuut rond, dan eindigt hij weer op de 12 en wijst hij naar de 60. Rij je 120 km per uur, dat betekent dus dat je 2 km per minuut rijdt. Er zitten 60 minuten in een uur. Doe je twee keer die 60 km, kom je op 120 km per uur uit. En ja, bij de 30 seconden staat er 120 km per uur. Rij je dus 15 seconden, doe je 15 seconden over een kilometer, rij je 240 km per uur. Dat is de tachometer.